That's the sound of the police. We hebben samen een handelingskader gemaakt. En dat handelingskader dat is binnen de leiding van de politie besproken en ook goedgekeurd. En dat is nu het standaard document hoe wij omgaan met proactieve controles. Daarin is de definitie van Amnesty, van jullie, waar we overeen gekomen zijn, die is daar ook in verwerkt. En daar zijn we het over eens. Wat gaan jullie concreet en precies doen om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt? En dat dit wordt verspreid onder individuele agenten in heel Nederland? Het is in het hoofd- en operatieoverleg is het afgetimmerd. Hè? Dus onder de leiding binnen alle eenheden. Het is in instructies op de politieacademie wordt het uitgebreid behandeld. Door het hele land vinden trainingen plaats. Mag ik een vraag erop stellen? Zijn die trainingen verplicht? Dat is een hele goede vraag. Die trainingen, dat verschilt. Hoe is het mogelijk dat niet verplicht is? Kijk, want er is een nieuw handelingskader. Met wat gewoon beleid is, wat instructies zijn, waarbinnen men moet bewegen. De agenten worden wel op bijvoorbeeld schietles gezet, hoe ze een taser moeten gebruiken. Maar het normaal bejegenen van burgers, mensen in de samenleving, die training, die eigenlijk aan de basis al goed zou moeten zijn, dat is niet verplicht. Hoe kan dat nou? Het handelingskader is verplicht. En alles wat op de academie en zo gebracht wordt, dat is natuurlijk ook verplicht. Maar verder vindt op dit moment binnen alle eenheden, elke eenheid, laat ik zo zeggen, die kiest zijn eigen weg en zijn eigen training om het in te trainen. En ik snap dat het makkelijker en logischer klinkt als je zegt, we hebben nu gewoon één training, woep, en die doen we overal. Maar dat geldt een beetje voor mijn filosofie, onze filosofie van het hele diversiteitsbeleid. Wij willen eigenaarschap binnen de eenheden. Wij willen dat binnen een team, binnen een district, dat mensen daar echt hiermee aan de slag willen. En dat stimuleren we zoveel mogelijk, omdat, kijk, je kunt wel een training geven, Dion, maar dan zitten mensen bij een training en dan daarna gaan ze gewoon weer door. Okay, dus uiteindelijk wil je dat er bij politiemensen binnen wat verandert. De teamchefs die dragen heel nadrukkelijk uit dat etnisch profileren volstrekt uit den boze is. Maar een chef die kan dat wel iedere keer van de kansel preken, zeg maar. Maar vaak werkt het veel sterker als collega's op de werkvloer elkaar daarover aanspreken. Nou, daar is een systeem van ambassadeurs. Die hebben extra opleiding en training. Die zijn met hun collega's daarover in gesprek. En op het moment dat er een indicatie is dat een politieman zich structureel met etnisch profileren bezighoudt, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. Dan gaan we niet wachten op een klacht. Maar dat is nog wat anders dan dat je in de computer een soort controlesysteem op gaat zetten. Want ik geloof veel meer vanuit die intrinsieke motivatie die je bij politiemensen wil bewerkstelligen. En dat gebeurt door leiderschap en dat gebeurt door collega's op de werkvloer die elkaar daarover aanspreken. Nee, maar dit vind ik wel een belangrijk punt, want het is duidelijk dat intrinsieke motivatie vooralsnog niet heeft gewerkt. Ik bedoel, intrinsieke motivatie heeft al 30, 40 jaar lang niet gewerkt. En het is duidelijk geworden, ik bedoel, als er één ding is wat deze hele die recente discussie in ieder geval, allerlei gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, Mitchell en Enriquez, de controle van Typhoon, heeft enorm veel media-aandacht gegenereerd. Ben ik er zelf achter gekomen dat het niet zozeer de intrinsieke motivatie van de politie was om te veranderen, maar de druk van buitenaf. Waardoor de politie zoiets had van, maar wacht even, we zijn nu inderdaad echt de verbinding aan het verliezen. En zijn we nog wel een politie voor iedereen? En het was die externe druk die ervoor heeft gezorgd dat de politie ging bewegen. Dus ik zie niet in waarom, als het tot nog toe niet zomaar uit de lucht is gevallen. En dat mensen intrinsiek gemotiveerd hebben gedacht van, wij gaan die controles op zo'n manier vormgeven. Ik denk dat dat ook een hele simplistische weergave is van etnisch profileren, juist vanwege het routineuze en structurele aspect daarvan, is dus duidelijk dat we veel meer checks en balances bijna moeten introduceren om ervoor te zorgen dus dat ook excessen niet meer plaatsvinden. Ja. Dus ik vind het antwoord niet overtuigend om te zeggen van, ja, maar we gaan alleen maar vertrouwen op de professionaliteit van de agent. Ik ook niet, Sinan. Ik ook niet. Maar niet genoeg.
Ja. Oké, nou, laat ik daar dan één ding aan toevoegen. Laten we vooral daarover met elkaar in gesprek blijven en dit proces gaan volgen. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.